tekenen en grafiek. Ik heb een heel jaar gewerkt rond het thema Herentals, de stad Herentals. Zo passeerden bekende plaatsen van Herentals de revue, zoals de toeristentoren of de poorten of Le Peige. Voor iemand anders is bijvoorbeeld Rick van Looy zijn Herentals. Nog andere grijpen terug naar jeugdherinneringen. Dat ze bijvoorbeeld gingen zwemmen met school in een plaatselijke zwembad. En zo heeft iedereen een heel persoonlijke kijk op zijn thuisstad. De tentoonstelling vindt plaats in een heel unieke locatie, namelijk de voormalige schoolgebouw van Rijksbasisschool De Burgt in de Burgstraat, tegenover de achterkant van het Begijnhof. Het is ook een attractie om deze oude gebouwen nog eens van binnen te bezoeken. Dat de eerste kamer was.